Voor mij mag je het stoppen, zo, want ik heb ook nog nooit niet meegemaakt zo'n periode. Echt seizoen op deze moment met hoogtes en nu zitten we hier laag. En ik hoop dat dat eens is, zal keren. Eerste basisplaatsen zijn weggelegd voor Dian Sango, Vermeerbergen en Gloeftsis. Van den Heijden ligt net op tijd tegen het boshuilgras. Van Zundert schuift op naar het middenveld. De Vriese speelt als hangende spits. Antwerpen zet Brussels onder druk. Brussels dat van in de aanvangsfase een zwakke indruk geeft. Antwerpen heeft wel veel geluk wanneer Doumbia bij de enige Brusselse kans in de eerste helft de bal niet tussen het kader mikt. Niels Martin legt de basis voor de beloning voor de strijdlust van het opnieuw bijzonder jonge Antwerp. De solo van Martin is nuttig, want er volgt een goede paas. Van Zundert zet voor de Vriese priem zijn vijfde van het seizoen in doel. Knappe aanval van Antwerpen dat van Brussels de toelating krijgt om vrij te voetballen. Het is ook niet van ons gewoonte van mij 1-0 naar de rust te gaan. En dat gaf ons toch wel een beetje hoop en vertrouwen eigenlijk. Ik vind dat we de match eigenlijk gedomineerd hebben tijdens de 90 minuten. Alleen misschien een tikkeltje geluk dat Brussels mee heeft en wij niet. Maar veel doelrijpe kansen voetbalt de Great Old niet bij elkaar. Een deftig schot van de opgerukte vogels is zowat het beste dat de eerste helft nog biedt. Even voor rust moeten ook al zieke Colin Andrews noodgedwongen ingrijpen. Dian Sango valt uit met een contractuur. We krijgen het debuut van de meest welluidende naam van de Antwerpkern, Wassily Tsibassou. Als ik vandaag trainer had geweest, ik had ook met mijn handen in mijn haren gezeten. Als je ziet, weer, na 20 minuten weer herschikken, dat is altijd moeilijk. Dan gaan die kopjes ook zoveelste keer. Valt iemand uit, weer naar beneden. Ja. Tsibassou moet tijdens de rust nog wat extra warm lopen, want hij kwam er koud in. Zijn extra opwarming loont zijn actie en strak schot begint tweede helft toen het beste vermoeden. Brussels komt er nauwelijks door als de Antwerp-verdedigers niet tussenkomen, zijn er steeds de vuisten van Kaya. Al gebruikt de Antwerp-doelman de vuisten wel heel veel. We speelden echt als een blok eigenlijk. Defensief stond het heel goed. De organisatie stond er en we kwamen er soms goed op de counter uit. En dan is het heel spijtig dat je de 2-0 niet kunt maken en dat je uiteindelijk, die mannen hebben geen kans gehad. Brussels brengt zichzelf vaak in de problemen, waardoor Antwerpen de kans op een grotere voorsprong wel degelijk krijgt. En dan zegt de ijzeren voetbalwet dat aan de overzijde het doelpunt uit de lucht valt. En hoe? Maes heeft een knap schot in huis en brengt Brussels op gelijke hoogte. 10 minuten voor tijd komt zoiets bijzonder ongelegen. Wou die goal dan weer tegenkrijgen? Je mag nog 10 keer zo shotten van mij, die gaat er nooit niet meer zo ingaan. En dat is echt een periode waar wij nu door moeten. Na de gelijkmaker krijgt Antwerp nog één echt stevige kans. Invaller Abu mist. Ook voor Said Abu zijn het de eerste minuten in het eerste elftal. Een ervaren spits maakt dit af. In de toegevoegde tijd kan de Vriese nog alleen op doel af. Volgens de scheidsrechter speelt hij de bal met de arm. Antwerp komt niet verder dan 1-1 tegen een toch zwak Brussels.